Sorry dat het even duurde, ik moest die doek om. Doet u dat altijd als u open doet? Nee, het kwam... Het was voor Aldo, weet u. Hij is zo verschrikkelijk bang. Bang? Ja, we zijn allemaal bang. Ik bedoel, veel mensen zijn het. Logisch, maar Aldo is een beetje... hoe heet dat? Fobisch? Ja, dat is het, ja, ja. Maar ik moet eigenlijk helemaal niet over praten. Dat hoort niet, dan bent u dus een oude kennis. Wij hebben elkaar wel eens ontmoet, jaren geleden, weet u dat niet meer? Ja, nu ik zeg het. Ja. Mijn hoofd is goed hoor. Zo. Dus u werkt nog steeds bij Aldo? Ja, alleen wat minder. Ik wilde wel, maar voor Aldo ging het niet meer elke week. Maar ik blijf hem trouw. Bij hem ben ik het langste van allemaal. Hij is thuis, hij? Onder zijn bed. Ik zal hem roepen. Aldo. Allemachtig Roy. Ah, Aldo. Ik ben weer eens in Amsterdam. Ik weet het precies. U hebt hier ooit een poosje gelogeerd. Ja, er is niks mis met mijn hoofd hoor. Ik word nog lang niet de mens. God kerel, weet je dat je haast niks veranderd bent? Jij ook niet zoveel. Zeg, je hebt de laken nog dicht? Oh, dat was om... Aldo, er is nog genoeg koffie. En ik hoef niks. Zal ik dan maar achter verder gaan? Heel graag, mevrouw Van Marsen. Eerst het bed verschonen en dan stofzuigen. Oh, die is veel te zwaar voor u. Laat mij maar even achter me brengen. Nee, ik kan best, want doet dan heel leven. Nee, ben je me al zo gebeurd. Het is heel aardig voor u, maar dat doet het wel. Wat praat zeg. Aldo, heb jij tegenwoordig een kind? Ja, dat is zo gegroeid. Een jongetje. Suikertje. Ja. Van de mensen die het huis gekocht hebben en die nu boven wonen. Ik pas op hem. Ooit begonnen met een keertje baby zitten en nu is hij alweer zeven. Zeven. En jij past erop? Ja. Wat zijn die ouders voor types? Nou, zij is een Tweede Kamerlid. Krankzinnig ambitieus. Levert een dagelijkse strijd in Den Haag om zich te handhaven. En hij een nerd, ja zo heet dat toch, hè? Verdient schatten aan de Millennium Bug, maar totaal ongeschikt voor het huwelijk. Als zij zich een beetje opwindt, gaat hij gauw op de wc zitten. Ja. Een half uur later pas weer af. Zeg, dat het huis is verkocht? Ik weet het eigenlijk niet, schat ik hoor. Ja, moest wel, hè. Paul ging dood. Je weet wel, mijn vriend van jaren. We lieten elkaar vrij, maar we waren toch enorm aan elkaar verknocht. Dus nadat hij stierf heb ik het huis geërfd, maar de successierechten bleken 74%. Dus behalve dat ik hem kwijt was, stond ik nog zo goed als op straat. Dat was nog voor het homohuwelijk werd ingesteld. Zo stom, hè? Toen al dat gezeur daarover begon, dacht ik als maar laat ze er toch over ophouden. Veel te provocerend tegenover de buitenwacht. Ik snapte totaal niet dat het om rechtsongelijkheid ging. Terwijl ik er zelf notabene zwaar het slachtoffer van ben. Nou ja, zakelijk ben ik altijd een rund geweest. Wel een pech. En toen? Nou, verkopen dus. Maar ik heb bedongen dat ik hier en in een stuk van het achterhuis kan blijven wonen. Nu huur ik dus van mijn kopers. Ja, rotsituatie. Je voelt je toch voortdurend op een schotstoel. Stel dat ze het vandaag of morgen zat zijn en alsnog het hele huis willen, heb ik dan een been om op te staan? Met een huurcontract altijd. Ja, maar... Oh, jongen, je zit hier geramd. Nou, ik weet niet, puntje bij paaltje, neem dat soort keihard een advocaat in de hand en vinden er iets op. Nou, laten we niet doen alsof in dit land geen klassejustitie bestaat. En ik kan geen advocaat permitteren. Ik heb geen pensioen, niks. Ik huif nu al voor het moment waarop het beetje geld dat ik overhield opraakt. Ik heb geen pensioen en als dadelijk de AOW verdwijnt, dan kun je ook donder op zeggen. Maar laat ik het houden met gezeur over mijn misère. Of is dat rotgeluid, zeg, dat doet me zenuwen. Mevrouw Van Bartelen! Laat u dat stofzuigen alsjeblieft zitten! Doet u het bed maar.